een schaar, groenten, in dit geval een wortel, knaagringetjes, een stuk touw en iets om de groenten mee te kunnen doorprikken. In dit geval gebruik ik een klein schaartje. Ik knip een stuk touw af ter lengte wat wij ongeveer willen. Ik knip verschillende stukjes en lengtes touw af voor verschillende beestjes. Ik begin met een wat korter stukje en begin de fruitringetjes, de knaagringetjes te rijgen aan het stukje touw. Zorg dat je aan beide kanten een knoopje maakt, zodat de ringetjes er niet meer afvallen. We gaan hetzelfde doen met het stuk wortel. We snijden de wortel in kleinere stukjes en maak hier gaatjes in, zodat we hem makkelijk kunnen rijgen aan het stuk touw. En dan is het rijgen maar. Leuk creatief verwisselen. Kijk dat voor dieren die niet zo heel erg veel groente en fruit of vocht mogen, je wat minder wortel gebruikt en wat meer knaagringetjes en vice versa. En dan is het uitdelen en genieten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ons eerste doe-het-zelf filmpje. Ons eerste doe-het-zelf filmpje. En de diertjes zullen zeker genieten. En ik wens jullie allemaal een fijne dag.